UNRWA. Of volledig de organisatie van de VN voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten. Op het eerste gezicht lijkt UNRWA een VN-organisatie zoals er zoveel zijn. Met elk een eigen missie, een afkorting en zo'n herkenbaar blauw VN-logo. Maar daar stopt de vergelijking. UNRWA is als VN-organisatie namelijk uniek in zijn soort door de manier waarop die hulp biedt aan één specifieke groep. Palestijnse vluchtelingen dus. Nu? Delivering food and other life-saving aid in Gaza. En al bijna 75 jaar lang. Well, of course you know, Palestine is now Israel. Maar als het aan Israël ligt, verdwijnt UNRWA morgen nog. Of volgens een nieuwe wet, over 90 dagen na dit moment. Het Israëlische parlement heeft een wet aangenomen die UNRWA tot verboden organisatie verklaart. Volgens Israël zijn Hamas-terroristen de afgelopen jaren in Gaza diep doorgedrongen in die hulporganisatie. These terrorists are employed by UNRWA and transformed it into a Hamas chapter. Niet waar, zegt de VN. UNRWA is op dit moment de levensader van Gaza. We are the backbone. If you remove the backbone from the body falls apart. En de internationale gemeenschap vreest catastrofale gevolgen. Als die wet daadwerkelijk ingaat. There is no alternative to UNRWA. Dit is UNRWA uitgelegd. Voor ik verder ga, een disclaimer. Er zijn mensen die overtuigd zijn dat UNRWA als verlengstuk van Hamas terrorisme faciliteert. En er zijn mensen die net zo zeker weten dat deze wet Israëls volgende stap is van genocide in Gaza. Dat deze twee geluiden de comments gaan domineren, dat weet ik dan weer heel zeker. Ik doe in ieder geval mijn best om zo feitelijk en genuanceerd mogelijk uit te leggen wat UNRWA precies is en doet, waarom Israël er vanaf wil en wat dat mogelijk voor gevolgen zou hebben. En door. Een geschiedenis. Eerst even kort de Verenigde Naties, sinds 1945. Ontstaan direct na de Tweede Wereldoorlog. Het doel is wereldvrede. We, the people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. En bijna 80 jaar verder zijn er fondsen en programma's voor voedsel, milieu, kinderen. Let us be inspired by their commitment to the future of every child. Agentschappen voor bijvoorbeeld de landbouw, luchtvaart, toerisme, gezondheid, het IMF. That's where the investments need to happen. Tientallen vredesmissies in conflictgebieden, soms succesvol, soms ook niet. To protect civilians in some of the world's most dangerous places. En nog veel meer VN-organisaties die zich specifiek op één thema richten. Bijvoorbeeld klimaatverandering, atoomenergie en vluchtelingen. En ja, daar zijn er dus twee van. Dat komt zo allemaal. De kern is, door de VN praten landen met elkaar en zijn er internationale afspraken over mensenrechten, handel en veiligheid. To find a way to end war. Dat lukt helaas niet altijd. Voor ik bij UNRWA kom, eerst nog even terug naar die Tweede Wereldoorlog. Met natuurlijk ook de Holocaust. De genocide op de Joodse bevolking in Europa met 6 miljoen doden. Dat bracht kort na de oorlog het al langer bestaande zionistische ideaal van een eigen Joodse staat in het Midden-Oosten in een stroomversnelling. De dan nog piepjonge VN komt in 1947 met een resolutie voor een onafhankelijke Joodse en Arabische staat naast elkaar. Zionisten omhelzen dit VN-verdelingsplan, waarin de Joodse minderheid meer dan de helft van het grondgebied krijgt toegewezen. Na jaren van kamp tot kamp te hebben gezworven, betreden deze Joden hun nieuwe vaderland. Dat ze echter eerst nog zullen moeten beveiligen tegen de aanvallen van de Arabische wereld. Arabische leiders verwerpen het plan. Het leidt een periode in van veel geweld en een burgeroorlog. Als op 14 mei 1948 de Joden officieel de staat Israël uitroepen, wekt dat de woede van de Arabische wereld. Een coalitie van deze buurlanden valt Israël binnen. De Arabische militairen zijn niet opgewassen tegen het goed getrainde Israëlische leger. In die strijd vernietigen zionistische milities meer dan 440 Palestijnse dorpen en verjagen zo'n 750.000 Palestijnen. Velen worden ook gedood.
Palestijnen noemen deze periode de Nakba, vertaald de catastrofe. Jordanië neemt uiteindelijk de westelijke Jordaan-oever in en Egypte de Gazastrook. En de rest, dit gebied, wordt bezet door Israël. Een aanzienlijk groter deel dan in het VN-verdelingsplan. En er zijn dus honderdduizenden gevluchte Palestijnen en oorspronkelijk ook Joodse vluchtelingen waarvoor de VN met een oplossing moet komen. Ook doordat Israël het vluchtelingenprobleem niet erkent. En dat betekent de geboorte van VN-organisatie UNRWA. Dus bijna net zo oud als de Verenigde Naties zelf. Met de eerste hulp in 1950. What aid does UNRWA give them? Well, we give a basic ration of flour, 22 pounds per person a month, about a pound of sugar. En uiteindelijk veel meer dan dat. Kom ik zo op. UNRWA had een tijdelijke oplossing moeten zijn, maar... They had to leave their homes in Palestine, and Palestine is now Israel. Israel is a member of the United Nations. It looks at the moment as if some of them will probably have to be resettled elsewhere. Tja, de rest is geschiedenis. Of beter gezegd, de actualiteit. More than 260 people killed in a massacre that went on for hours. This was the aftermath of an Israeli attack inside a refugee camp in the Gaza Strip. Tot dus ook dit moment. Het Israëlisch parlement nam met maar liefst 92 stemmen voor en 10 stemmen tegen wetgeving aan die de beweegruimte van UNRWA drastisch inperkt. Ayom asinu historia bemdinat Israel. Waarom? Leg ik je uit. UNRWA is dus een VN-organisatie speciaal voor Palestijnse vluchtelingen, gefinancierd met donaties van vooral de VS en EU-lidstaten. Met in totaal 30.000 mensen aan personeel, vooral Palestijnen zelf, doen zij hun werk in de Gazastrook, de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en in deze buurlanden van Israël. En geven hulp aan in totaal bijna 6 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Ze doen daar humanitair werk in 58 vluchtelingenkampen, maar daarnaast nog veel meer. UNRWA runt in totaal ook meer dan 700 scholen, 140 ziekenhuizen en regelt allerlei sociale voorzieningen en ook geldleningen aan Palestijnen. Veel meer dan gewoon een hulporganisatie dus. En ook veel meer dan andere VN-organisaties, zoals UNICEF of de WHO. Die wereldwijd opereren en in elk land meestal slechts enkele tientallen mensen hebben aan personeel. Geen enkele VN-organisatie zit zo diep in de haarvaten van de samenleving als UNRWA. Ook niet UNHCR, die andere VN-vluchtelingenorganisatie. Die is ontstaan uit het VN-vluchtelingenverdrag van 1951 en zich ontfermt over alle andere tientallen miljoenen vluchtelingen wereldwijd. Door al die andere conflicten. Maar verspreid over 136 landen slechts 20.000 mensen aan personeel heeft. Dus ook UNRWA en UNHCR zijn totaal verschillend en hebben elk een eigen mandaat. Dit wordt even heel ingewikkeld, dus let op. UNHCR definieert vluchtelingen als mensen die voor hun veiligheid hun land zijn ontvlucht en vanwege het gevaar niet terug kunnen. Dus echte mensen die zelf op de vlucht zijn. Voor een duurzame oplossing helpt UNHCR bij hun terugkeer, als dat mogelijk is, of bij een eventuele resettlement, hervestiging. They must now face a new life on an unknown continent. In andere woorden, om staatsburger te kunnen worden in hun gastland. Dat is voor UNRWA in principe niet anders. Maar de Palestijnse situatie is wel anders dan alle anderen. In UNRWA's definitie van vluchteling staat expliciet dat ook de nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen die eind jaren 40 zijn verdreven, zich als vluchteling kunnen laten registreren. Vandaar dus die groep van nu bijna 6 miljoen. Zij erven dus die vluchtelingenstatus. Dat komt doordat ze zich al jaren geen officiële nationaliteit kunnen aanmeten. Geen Israëlische en geen Palestijnse. En dus per definitie stateloos zijn. Daardoor stapelt al generatie op generatie die vluchtelingencrisis zich op. En wordt ook het mandaat van UNRWA elke 3 jaar verlengd. En doordat een vluchtelingenstatus volgens de VN een mogelijke terugkeer impliceert, is dat een doorn in het oog van Israël, dat daardoor al langer van UNRWA af wil.
So UNRWA is not a refugee organization. That's the greatest mistake that everyone does. I mean, look on the UNHCR. That's a real refugee organization. UNRWA is the exact opposite. UNRWA hasn't resettled a single Palestinian refugee. On a contrast to the regular refugee definition, UNRWA's definition is inheritable. Maar op Israël kom ik zo. Eerst nog even de omringende landen. Want dat UNRWA ook daar zo aanwezig is, heeft ook weer te maken met hoe ze hier met deze groep omgaan. Deze landen willen vaak namelijk helemaal niet dat de Palestijnen bepaalde burgerrechten krijgen of de nationaliteit van het land kunnen aanmeten. Egypte bijvoorbeeld, dat tot 1967 de controle had over Gaza, liet hen daar toen zitten. En houdt ook nu de grens dicht. Of neem Syrië. Daar hebben Palestijnen wel bijna dezelfde rechten als Syriërs. Maar geen recht op staatsburgerschap of stemrecht, voor wat dat waard is dan. En ze krijgen hier ook veel te maken met discriminatie. Dat is in Libanon nog een stuk erger trouwens. Waar Palestijnen bepaalde banen niet mogen uitoefenen of land mogen bezitten. Jordanië is wat dat betreft de uitzondering. Hier zijn de meeste Palestijnen namelijk wel officieel staatsburger. Wat hen per definitie geen vluchteling meer maakt, maar toch... UNRWA staat dus miljoenen als vluchteling geregistreerde Palestijnen bij in de hele regio. Met vergaande activiteiten dus. Thanks to UNRWA's support, I can pay my rent, my bills. My children are schooled for free. My whole life depends on UNRWA. En dat heeft ook consequenties. Want dat betekent ook dat de VN-organisatie een groot deel van de verantwoordelijkheid voor deze groep wegneemt bij die gastlanden. En ook bij Israël en Hamas. Daar kom ik nu op. Vooral in Gaza is UNRWA van levensbelang, ook al voor het uitbreken van de oorlog. Alleen hier al telt de organisatie zo'n 13.000 medewerkers. Ook voor de oorlog was al de halve bevolking van Gaza afhankelijk van voedselhulp, dus veel humanitaire hulpverleners. Maar daarnaast ook artsen, verpleegkundigen, bouwvakkers en heel veel beroepen wat dat betreft. Ook leraren. Voor de oorlog zaten zo'n 300.000 kinderen in Gaza op een VN-school. In Gaza en ook op de Westoever functioneert UNRWA daardoor veel meer als een soort overheid dan als een hulporganisatie. En dat doen ze naast Hamas, dat sinds 2007 in Gaza aan de macht is en naast een militante ook een politiek bestuurlijke tak heeft, waarmee UNRWA noodzakelijk wel moet samenwerken. Maar het streng islamitische Hamas krijgt als geheel van Israël en het Westen en ook van landen als Egypte en Jordanië het etiket van een terroristische organisatie. Hamas is not fighting for there to be a Palestinian state alongside an Israeli state. Hamas is fighting to destroy Israel. Daardoor blokkeert Israël samen met Egypte sinds 2007 de grenzen van Gaza. Mede daardoor was Gaza al vrijwel volledig afhankelijk van hulp. Waar eigenlijk volgens het internationaal recht Israël als bezetter verantwoordelijk voor is. Maar Israël biedt die hulp niet. En aangezien de internationale gemeenschap geen geld toevertrouwt aan Hamas, laat dus eigenlijk iedereen de zorg voor de bevolking over aan UNRWA. En dit was nog voor 7 oktober vorig jaar dus. En sindsdien... is UNRWA zo ongeveer de levensader van Gaza. Alle faciliteiten, ook oude schoolgebouwen, zijn nu acute noodhulplocaties. Nog maar een paar ziekenhuizen zijn operationeel. Gaza is een totale warzone, met ook groot gevaar voor de hulpverleners. Afgelopen jaar zijn er ruim 200 UNRWA-medewerkers in Gaza gedood. Zoals chauffeur Mohammed Abu Atwi eerder deze maand. محمد ملوش علاقة في أي تنظيم أو أي صفة أو أي لون محمد موظف وكالة سواق وكالة بينقل بيخدم Er zijn wel andere hulporganisaties actief in Gaza, maar die kunnen slechts een fractie van de hulp geven die UNRWA er kan bieden. Alleen door hen kregen honderdduizenden kinderen een poliovaccin. En alleen door hen gaat Gaza nog niet compleet ten onder aan catastrofale honger. And starvation is being used as a war arm. Israël zegt: "We want humanitarian aid to reach the people of Gaza." Maar in Netanyahu's woorden dan wel op een manier die geen bedreiging vormt voor Israëls veiligheid. En daar zit de crux. Want zegt Israël: "UNRWA is al lang geen hulporganisatie meer."
maar een verlengstuk van Hamas, compleet geïnfiltreerd door leden van de terreurorganisatie. Hamas has taken over United Nations facility to actually commit terror activities from the United Nations facilities. Sterker nog, in de nieuwe wetgeving noemt Israël UNRWA zelf een terroristische organisatie. In januari zei Israël dat UNRWA actief deel heeft genomen aan 7 oktober. The United Nations agency said it has opened an investigation into several employees suspected of involvement in the October 7th attacks in Israel by Hamas. En afgelopen februari onthulde Israël een tunnel onder UNRWA's hoofdkwartier als onderdeel van Hamas militaire infrastructuur. Calling it new evidence of Hamas exploitation of what is known as UNRWA that aids Palestinians. They command most of the combat from here. UNRWA zegt niets van die tunnel af te weten. In a statement, UNRWA said it had vacated the headquarters on October 12th and was therefore unable to confirm or otherwise comment on the Israeli finding. Dit alles had eerder dit jaar grote gevolgen. Het aantal landen dat de financiële steun aan UNRWA stopzet, groeit omdat enkele medewerkers de aanval van Hamas op 7 oktober zouden hebben gesteund. UNRWA besloot deze medewerkers direct te ontslaan. De VN liet onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Volgens dit rapport heeft Israël geen bewijs geleverd voor de claims dat UNRWA-medewerkers banden hebben met Hamas. Ook deelt UNRWA jaarlijks lijsten van al hun medewerkers met Israël om te screenen. Maar hebben ze daar nooit iets op teruggehoord. Israël is nog altijd niet met bewijzen over de brug gekomen dat de Palestijnse hulporganisatie UNRWA banden heeft met Hamas. De VN-organisatie heeft Israël meerdere keren om bewijs gevraagd. En omdat Israël daar geen gehoor aan geeft, kan er ook geen onderzoek naar specifieke medewerkers worden geopend. Daarop werden internationale donaties weer hervat, ook van Nederland. Maar Israël blijft de VN-organisatie beschouwen als een verlengstuk van Hamas. Massively misused by the terrorists. Wat dat betreft bestaat dat wantrouwen al veel langer. Zo zei in een interview in 2004 de toenmalig commissaris-generaal van UNRWA dit. Ik weet zeker dat er Hamas-leden op de loonlijst van UNRWA staan. Maar dat zie ik niet als misdaad. Hamas is een politieke organisatie en niet elk lid is een militant. 5 jaar later verscheen dit onderzoek dat concludeerde dat UNRWA niet actief terroristen uit haar gelederen verdrijft en er geen beleid is tegen het inhuren van Hamas-leden. Tussendoor zijn er ook nog beschuldigingen geweest van corruptie in de top van UNRWA. En een paar jaar geleden wees Israël op schoolboeken met daarin volgens hen antisemitisch lesmateriaal. Books where you praise terrorism. Volgens dat eerdere rapport heeft Israël daar niet voldoende bewijs voor geleverd. Maar bottom line, Israël ziet genoeg redenen om UNRWA als geheel te willen verbieden. Het is een worsteling voor de VN dat er op bepaalde plekken mogelijk overlap is tussen UNRWA en Hamas. Maar dat rapport benadrukt, in ferme tegenspraak met Israëls claims dat UNRWA hult met Hamas, dat er juist heel veel stappen zijn gezet om juist heel neutraal te kunnen handelen. The allegations against UNRWA staff earlier this year were fully investigated. There is no justification for cutting off ties with UNRWA. Het is dus Israëls woord tegen dat van de VN. Waarin het goed is te realiseren dat de eerste een partij is in deze oorlog en de tweede de internationale orde vertegenwoordigt. De hele internationale gemeenschap, ook Israëls beste vrienden, roepen op om die nieuwe wet terug te draaien. We continue to urge the government of Israel to pause the implementation of this legislation. We urge them not to pass it at all. Maar Israël toont zich sinds 7 oktober vorig jaar niet gevoelig voor internationale kritiek. Deze week nog liet het met deze brief officieel aan de VN weten dat de wetgeving toch echt in zal gaan. Met inmiddels dus minder dan 3 maanden op de klok. Conclusie. De vrees is een enorme escalatie in deze oorlog. Dat door die nieuwe wet VN-medewerkers en gebouwen officieel doelwit worden. En dat de humanitaire crisis waar de bevolking van Gaza al een jaar doorheen gaat, zal afglijden naar een ongekende catastrofe.